allemaal, welkom bij vakantiedag 2. Wij zijn wakker, het is net over 8. Hoe laat is het? Nee, het is half 9. Oh, het is half 9. Oh, oké. Okay. En wij gaan lekker ontbijten. Ik heb mijn gebruikelijke pannenkoekjes weer. En voor Anthony hadden we het broodpakketje. Dus, en deze dame is ook gearriveerd. Hallo. En wat vindt u ervan? Nou, ja, ze heeft het op zich wel naar de zin. Maar als ze dan, als ze ons niet kan zien of we zijn echt 2 meter verder, dan gaat ze piepen. Dus ja, het is allemaal even wennen, maar we gaan het zien. Ja, we gaan vandaag ook gewoon weg. Ik ga niet in het huisje blijven omdat zij de hele tijd aan het piepen is. Dat ga ik niet doen. Het is heerlijk weer. En ja, we gaan lekker ontbijten. Nom nom. Een stukje gelopen met Gipsy. Hé? Met jou, hè? Ja. In het park verkennen. Moest er ook weer bij zitten. En we hebben even geluncht, dus we gaan nu ja, wat ondernemen. We gaan eerst de zwaantjes doen, denk ik. Even over het water en dan lekker met het kop. Toch? En dan zien we wel hoe laat het is. Misschien nog even het terrasje. En als het al etenstijd is, dan gaan we naar de winkel en dan gaan we eten kopen en dan gaan we koken. Dus ja, ze zijn ook overal aan het maaien en aan het snoeien en van alles aan het doen in de tuinen. Dus voor onze hooikoorts, top. Maar ja, overleven we wel. Zijn we er klaar voor? Nee, zo. Ja, het kan zijn, want mijn batterij was volgens mij nog niet helemaal opgeladen. Mijn accu was net leeg, dus ik hoop dat hij het lang genoeg gaat doen. En anders dan heb ik mijn telefoon nog. Dus dat komt altijd wel goed. Nou, wij gaan op naar de zwaantjes. We zitten in de zwaantjes. Jee, ik weet niet, zijn we in beeld? Ja, ik kan het niet zien namelijk. En we gaan nou trappelen. Het is wel echt heerlijk weer hiervoor, hoor. Even kijken, het is gewoon zo en dan zo terug. Dus als we meer naar die kant op gaan. Oh, dat kan ook. Ik dacht gewoon langs de kant. Het is wel echt rustig. Gisteren was het nog echt super druk op het park. En nu lijkt het net alsof er niemand is. Dus ik heb geen idee waar iedereen is, of dat iedereen gisteren toch naar huis is gegaan of zo. Nee. Ja, ik weet het niet. Is wel lekker zo. Nou ja, in ieder geval, wij gaan lekker trappelen. We hebben nog even boodschappen gedaan voor vanavond. Eventjes gezeten, even gechilled. En nou gaan we even kijken hoe druk het is bij de midgetgolfbaan. De zwaantjes was echt, ja, was wel echt superleuk. Goede timing ook, want daarna werd het echt veel benauwder en veel warmer. Dus Gipsy, kom. Kom, kom. Dus hartstikke goed getimed. En ik had van huis wat kleine, small organites meegenomen. Deze. En die wil ik gaan weggeven. Die ga ik hier gewoon ergens neerleggen. En als mensen het opvallen of als ze het mooi vinden, dan mogen ze het van mij meenemen. Dus ja, het, ja, ik weet niet. Ik wil gewoon iets geven of zo. Dit is wat ik er dan bij heb geschreven. En dan zit er gewoon een normale flyer bij met wat het betekent. Ik heb wel gemerkt dat er ook heel veel Duitsers hier zitten, dus
ja, maar even kijken wat ermee gebeurt. Die kunnen dit allemaal natuurlijk niet lezen, dus maar ja, we gaan het merken. Tas mee? Tas mee, ja. Nou, we gaan hem ergens neerzetten. Zo, ik heb hem nu ergens neergezet en ik ben benieuwd hoe snel die gevonden wordt. Als we straks teruglopen, dan kijken we wel eventjes of die weg is of niet. Ik ben echt heel benieuwd. Oh, er zijn mensen op zo'n... superleuk. We hebben dus net hier ook op het water gezeten. Hier, dat hebben jullie kunnen zien. Maar het is nu echt zoveel warmer. Dat we blij zijn dat we het eerder hebben gedaan. Alhoewel, staat de wind hier ook wel lekker in, hoor. No nana's. Family pizza en pasta. Pizza. Is ook glutenvrij, lactosevrij. Nee. Veel ijstje. Ja, hey, maar dan zou het nog wel kunnen dat we proberen uit eten te gaan. Ja, dat is waar. Ja, in ieder geval, ik ben heel erg benieuwd hoe lang die er staat. En we gaan op naar de midget golf. Ik ben nu deze vlog aan het editen en ik kom erachter dat ik eigenlijk nog niks daarna heb opgenomen over of de Orknight nou is opgehaald of niet. Hij is opgehaald en het was echt super leuk. Ik heb ook echt op Facebook een super leuk berichtje gekregen van diegene. Het was een moeder die hem heb gevonden en haar dochtertje van 4 die had, ja, die is heel gevoelig en die heeft er ook best wel veel last van. Dus ja, dat ze hem tegenkwam, dat was voor haar echt een, ja, echt een heel geschenk en cadeautje. Dus ja, was super leuk om dat berichtje te krijgen. En ja, ik denk dat ik dit wel vaker ga doen eigenlijk. Ik vind het super leuk om op deze andere manier ook toch weer mensen te kunnen helpen. Dus ja, dat was echt heel erg geslaagd. Ik weet niet wat mijn haar aan het doen is. Dit was heel erg geslaagd. En het was eventjes een ja, uitprobeersel, voorproefje. Dus ja, ik denk dat ik nou gewoon, als ik ergens heen ga, vaker eens een Orknight mee ga nemen. En hem gewoon ergens neerzet. En ik zie wel wat ermee gebeurt. Ik vertrouw er 100% op dat de Orknight gewoon goed terecht komt. Ja, dat is ook een beetje de energie van de Orknight. Ik, ja... Het voelt voor mij altijd een beetje dat de Orknight zijn bestemming uitkiest. Ja, hoe moet je dat uitleggen? Dus de Orknight die kiest een beetje waar hij uiteindelijk terecht komt. En hij kiest er ook voor als hij daar dan weer klaar is en dat hij weer verder naar een andere bestemming mag. Zo heb ik ook een aantal Orknights die ik voor mezelf heb gemaakt. En op een gegeven moment... Nee, Bobby. We hebben een oppashond op het moment... En die is aan het zeuren, omdat ik tegen de camera praat. Dit heeft hij nog nooit gezien. Waar was ik? Ja, ik heb ook wel eens een Orknight gemaakt voor mezelf en dan helemaal op mezelf afgestemd. Bobby. Nee. Ja, nog een keer. Maar op een gegeven moment merk je dan dat hij gewoon wat minder meer voor je doet. Je kijkt hem minder meer tegenaan of zo. Hij valt niet meer op. Dus ja, dan zet ik hem ook gewoon te koop. En, of geef ik hem aan een ander. Dat ja, ligt een beetje aan de situatie en hoe die er nog uitziet en zo. Maar ja, zo gaat dat een beetje. Hij zoekt een beetje zijn eigen wegje, zeg maar. Dus ik vind het hartstikke leuk en ik ga dit zeker nog een keer doen. Ja, dat was het voor nu eventjes. Verder met de vlog. We zijn bij de Midget Golf aan. Yay! En ik heb een heel mooi paars roze balletje. En jij hebt een? Ik heb een blauwe. Een blauwe? Yay! Blauwe, ja. Dus we zijn ook in teams op het moment. En ik ben heel erg benieuwd wie er gaat winnen. We gaan hier beginnen. Dit is de eerste. Dus ja, we zien wel. Ik geef de camera even aan jou. Ja. Dat is al best wel dichtbij, ja. Oeh. Loopt ook alle kanten op die baan. Ja,
duurde het best wel. We zijn weer terug van de midgetgolfen en ik moet heel eerlijk zeggen dat ik de baan een beetje saai vond. Saaier dan we zijn gewend, zeg maar. En ik heb weer gewonnen. Tuurlijk. Yay! we zijn vergeten de vaatwasser aan te zetten, dus we gaan straks wat eten halen in plaats van dat we onze gezonde dingetjes gaan eten. Maar ja, dat kan niet zo heel veel kwaad. Ik ga even die stoel... zoiets. Zo. Oh, die gaan mijn blaadjes op. Dus we gaan nou nog eventjes chillen en dan gaan we straks eten halen. Nam nom. Het is inmiddels al laat in de avond en ik ben super moe. Ik heb het ook koud, zoals je kan zien. Ik ben even een bad voor aan het lopen. En ik ga lekker in bad met een lunch. Even kijken, ik denk deze. Deze, de Intergalactic. Ik zal hem er even uithalen. Als het gaat met één hand. Het is volgens mij al bijna gelijk goed. Ja, het is nu net 10 uur. Dus dit wordt een snelle badronde en dan lekker de bed in. Deze, die gaat erin. In 2. Hoppakee. Heerlijk. Hier ga ik wel even van genieten. Nou, dan ga ik even uit deze ruimte, anders verstaan jullie me niet. Dan was dit de vlog alweer van onze tweede vakantiedag. Heel erg bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog. En abonneer je als je nog niet geabonneerd bent. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei doei!